and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiles. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me. Please hack me, Lord, all on that day.
rock right out. I can't hide you the rock right out. I can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? U ook. Zelfs professor Heertje is aanwezig vanavond. Dit is een nieuw initiatief. Wij proberen als KVS, zo kort ik het maar even af. Als KVS proberen wij economiekennis te verspreiden voor een groter publiek. En te ontsluiten voor de samenleving. En de Bali is vanavond... jullie gastheer. En we zijn zeer vereerd dat de Bali en de KVS samen dit mogelijk maken. Om te zorgen dat mensen naar... Kijk eens, familieleden van professor van Praag komen binnen. Dat, gefeliciteerd met je eindexamen en je rijbewijs. wij zijn heel vereerd dat professor van Praag, Mirjam van Praag... vanavond iets wil komen vertellen over Schumpeteriaans ondernemerschap. Wat het precies is, is mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik hoop dat over een 3 kwartier het kristal helder is. En als dat nog niet zo is, zal ik eerst nog een kwartiertje of zo wat verhelderende vragen stellen. En daarna hoop ik dat u voldoende vragen heeft voor een gereden gedachtenwisseling over Schumpeteriaans ondernemerschap. Want het is een interessant thema. Even een korte introductie. Van Mirjam van Praag. Zij is momenteel, en nu moet ik echt haar cv erbij hebben, want anders kan ik het niet uitspreken. Maarsk McKinney Muller, Professor of Entrepreneurship. Op het Department of Innovation and Organizational Economics op de Kopenhagen Business School in Denemarken. Daarnaast loopt ze ook nog steeds rond op de Universiteit van Amsterdam. Daar kennen wij elkaar ook van. Als u denkt vanavond, goh, wat is die Jacobs weinig kritisch? Dan komt dat omdat Mirjam een van mijn allerliefste vriendinnen is. Dus iedere econoom kan ik bij wijze van spreken bij zijn enkels verbaal afzagen. Dat zal ik vanavond niet doen bij Mirjam. Dus als u denkt dat ik te weinig kritisch ben, dan komt het daardoor. Rest mij niets anders dan u allen een hopelijk leuke avond toe te wensen. En Mirjam van Praag op het podium te vragen. En haar lezing te houden over Schumpeteriaans ondernemerschap. Mirjam, de vloer is voor jou. Dankjewel, professor Jacobs. Welkom allemaal. Even kijken, kunt u mij goed verstaan? Nou ja, zo groot is het hier nou ook weer niet. Even kijken, ik ben in mijn bril vergeten. Ja, ik ga het dus hebben over Schumpeteriaanse economen. En zoals Bas al aankondigde, is dat misschien voor sommige mensen een vaag begrip. Niet voor iedereen die hier aanwezig is. En dat ga ik op mijn eigen wijze doen, want eigenlijk ga ik gewoon over mijn eigen onderzoek vertellen. Dat was ook een beetje de opdracht die ik hier had. Maar dat kleden we aan met de Schumpeteriaanse ondernemer. Nou, er zijn heel veel soorten ondernemers. En een klein deel van alle ondernemers, die kun je eigenlijk betitelen als zogenaamde game changers. Die veranderen het hele spel. Bijvoorbeeld Airbnb heeft de hele hotelmarkt op zijn kop gezet. Bijvoorbeeld Uber heeft op slinkse wijze de hele taximarkt op zijn kop gezet. En ook heel veel gemoederen in beroering gebracht. Nou, dit zijn twee hele bekende game changers. Maar ook in Nederland hebben we ze. En die zijn niet minder bekend, althans niet voor ons.
Bijvoorbeeld de vegetarische slager. Dat is dan op een andere manier een gamechanger. Ik weet niet of u die kent. Die heeft het vegetarische vlees uitgevonden dat zo lekker is dat mensen eigenlijk geen behoefte meer hebben aan vlees. Nou, dat verandert natuurlijk ook een hele industrie en zorgt voor een hele andere voedselketen als dat wereldwijd op die manier zou gaan gebeuren. En zo staan er hier nog een aantal. Peerbuy, vrij bekend om het onderling lenen gemakkelijk te maken. Katawiki, het high-tech bedrijf dat de snelste Europese groeier is, zit in Assen, veilinghuis. Buurtzorg, dat op een hele slimme manier met een publiek-private samenwerking ervoor zorgt dat de buurtzorg beter wordt geregeld dan vaak door de overheid kan gebeuren. En staat er hier nog een aantal. En het is dan ook niet verbazingwekkend, denk ik. We hebben vorig jaar samen met het ministerie van Economische Zaken en de Week van de Ondernemer hebben we de ondernemer van het jaar of de beste ondernemer van het jaar verkiezing gehouden. Daar hebben iets van 6000 ondernemers aan meegedaan. Die hebben gestemd wie ze de beste ondernemer vonden. We hadden een lijst van 150 ondernemers die heel veel geld hadden verdiend. Dat was ons criterium. En een aantal van deze bedrijven is uitgekozen tot de top 10. Degene die gewonnen heeft is de vegetarische slager, maar ook Peerbuy stond erbij en buurtzorg stond erbij. Dus kennelijk komt er steeds meer waardering voor dit soort ondernemers, dat het spel verandert, maar dat ook vaak een bepaalde sociale invulling geeft aan het ondernemerschap, waardoor de wereld ook beter wordt. Nou, nu gaat Bas natuurlijk straks kritische vragen stellen. Zijn er dan geen nadelen aan dit soort ondernemers verbonden? Dat is natuurlijk ook zo, maar daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar goed, dit zijn dus hele mooie voorbeelden van game changers. Wat is de gemene deler? Dat zou je eigenlijk creative destruction kunnen noemen. Bijvoorbeeld dat supermarktconcern Markt heeft op hele eigen wijze ervoor gezorgd dat de gezondheidsvoeding uit een bepaald circuit kwam en heel gebruikelijk werd en heel normaal werd. En zo hebben ze allemaal op die manier een bepaalde markt in beroering gebracht. Daar is natuurlijk Uber ook een goed voorbeeld van. Op een hele innovatieve manier, met nieuwe combinaties, zoals Schumpeter ook innovatie heeft gedefinieerd. Zoals ik al zei, het zijn vaak social enterprises die de spelregels veranderen. Dus ze doen niet mee, ze spelen ook soms vals, of tenminste een beetje vals. Ze houden zich niet helemaal aan de regels. Bijvoorbeeld Uber heeft weten te zorgen dat het niet een taxibedrijf is, maar een servicebedrijf. Waardoor ze dus niet aan alle vergunningen en dat soort verplichtingen moeten voldoen. En vaak brengen ze ook de andere spelers in het nauw. Vandaar ook die destruction, de creative destruction. Er komt een nieuw evenwicht met een ander soort markt, met andere soorten producten en diensten. Het lijkt heel erg op wat Schumpeter heeft gedefinieerd als ondernemerschap. En degene in Nederland die daar het meeste van weet, zit hier toevallig in de zaal. En ik heb hem net blij gemaakt dat hij door mij genoemd wordt. Dat is professor Arnold Heertje. Die weet er het meeste van. Maar verbeter me maar als ik het niet goed zeg, oké? Dat heb ik altijd gedaan. Ja. I know. Oké, Schumpeter is meer bekend van latere boeken, maar een boek uit 1911, The Theory of Economic Development, daarin heeft hij een hele grote rol gegeven aan ondernemers. Ondernemers zijn degene die kansen of opportunities om winst te maken zoeken, die dat doen door nieuwe combinaties te introduceren, dus die innovaties tot stand brengen. Hoeven niet per se de eigenaren van bedrijven te zijn. Dat kunnen ook andere mensen zijn. En voordat Schumpeter met deze definitie kwam, werd de ondernemer veelal gedefinieerd als een manager. Maar bij Schumpeter was management helemaal niet belangrijk. Het is puur dat zoeken naar nieuwe innovaties. Dus wat we in modern managementtaal misschien leadership zouden noemen. Dat was de Schumpeteriaanse ondernemer. Die daarbij dus de steady state van de economie helemaal in de war schopt, maar er wel voor zorgt dat er uiteindelijk weer nieuw evenwicht komt. Maar omdat er steeds ook andere ondernemers zijn die zich hiermee bezighouden, komen we steeds in een ander evenwicht. En uiteindelijk is de economie beweegt steeds van het ene naar het andere evenwicht. Daarmee, met al die innovaties, komt dus ook economische ontwikkeling tot stand en economische groei.
En die ondernemers, die Schumpeteriaanse ondernemers, dat zijn dus ook wel bepaalde typetjes. Volgens Schumpeter, die heeft ook daar wel een bepaalde psychologie bij neergezet. Die ik het mooiste vind beschreven door Arnold Heertje. Nu komt dus het citaat, Arnold. The entrepreneur should be strong enough to swim against the tide of society. Moet dus iemand zijn die waanzinnig eigenwijs is, die tegen alles ingaat. Want datgene wat hij heeft bedacht, heeft nog niemand bedacht. En iedereen denkt op dat moment nog dat het raar is, of dat het niet kan, dat het niet mag. Maar uiteindelijk is dat dan toch vaak een goede oplossing. Maar vaak natuurlijk ook helemaal niet. Dat is het ondernemersrisico. Dank je. Oké, ook in het Nederlands beleid is gelukkig, daar hebben we vrij lang voor gevochten volgens mij als economen, maar gelukkig wordt het beleid ook steeds meer gericht op dit soort bedrijven. In de afgelopen paar decennia heeft het ministerie van Economische Zaken zich heel erg bezig gehouden met ZZP'ers en startende ondernemers. En om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen gingen ondernemen. Er waren populaire maatregelen om ervoor te zorgen dat werklozen gingen ondernemen, dat allerlei mensen gingen ondernemen. Maar gelukkig, zou ik zeggen, wordt nu toch steeds meer de nadruk erop gelegd op start-ups. Dus echt een beetje die innovatieve ondernemers, zo worden ze genoemd nu door het ministerie van Economische Zaken. En ook op scale-ups, dus bedrijven die de ambitie hebben en ook de mogelijkheid hebben om snelle groeier te zijn. Nou, daarvoor is bijvoorbeeld onder leiding van Nelly Kroes de laatste tijd de Startup Delta geweest. En dat gaat nu ook door met Maurits van Oranje. Worden allemaal ecosystemen opgezet waarbij menselijk kapitaal en ander kapitaal, dus geld en netwerken en allerlei dingen beschikbaar worden gemaakt. Waardoor er hubs worden georganiseerd, zodat we een soort Silicon Valley hier krijgen om dit soort ondernemerschap, als we het hebben, waar wij het er vandaag over hebben, dat Schumpeteriaanse ondernemerschap, om dat verder te ontwikkelen. Ik ben daar heel blij om dat dat nu gebeurt. Ik hoop dat het ook succesvol gebeurt. Maar nu ga ik het hebben over mijn eigen beroepsgroep. En dat zijn onderzoekers. En dan heb ik het ook nog over mensen die statistiek bedrijven. Dat ben ik dan weer niet. En dan moet ik toch een stapje terug doen en wat bescheiden worden. Want ook wij hebben de afgelopen decennia dat ondernemerschap toch niet helemaal goed empirisch gemeten, vind ik zelf. Eigenlijk net als in het beleid hebben we vooral gekeken naar zelfstandigen. Dus mensen die zelfstandig zijn. Dus dat is ook de kapper en de bakker om de hoek en de boekhouder. We hebben gekeken naar eigenaren van kleine bedrijven. Die hebben we als ondernemer gedefinieerd. En natuurlijk degene die zelf een bedrijf starten. Alle mensen die een bedrijf starten hebben we ook als ondernemer gedefinieerd. En daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Dat was ons onderzoek over ondernemerschap. Ging dus vaak over deze groep. Nou, is dat nou Schumpeterian entrepreneurship? Schumpeteriaans ondernemerschap? Nou, dat is heel erg onwaarschijnlijk. Uit heel veel onderzoek, maar ook uit onderzoek dat Deloitte en Think hebben gedaan vorig jaar, blijkt dat van de, nou, zij hebben dan onderzoek gedaan onder 400.000 start-ups, dus gestarte bedrijfjes. En dan blijkt, dat blijkt eigenlijk keer op keer in de meeste westerse economieën, dat binnen 5 jaar is de helft dood. Of tenminste, die ondernemers die leven nog wel, maar het bedrijf niet. En van die andere helft die overleeft, kan je eigenlijk maar 0,5% als scale-up betitelen. Dus als bedrijven die echt een beetje wat sneller groeien, die zeg maar 3 jaar achtereen 20% groeien in omzet of in personeel. De meeste van die 400.000 ondernemers, voordat ze dus doodgaan, die werken vanuit huis. Die hebben geen personeel, die hebben ook helemaal geen ambitie om personeel te hebben. En die hebben zo weinig omzet dat ze in het Nederlandse belastingssysteem ook niet of nauwelijks belasting betalen. Dus dat is even de omschrijving van wat we in Nederland hebben als ondernemerschap. En het aantal ondernemers volgens deze definitie op dit moment is, of het percentage van de beroepsbevolking is 12%. Dus dat zijn er best veel. Maar goed, u begrijpt dus al wel dat niet allemaal Schumpeteriaanse ondernemers zijn. Verre van dat. En om dat te illustreren, heeft mijn collega in Stockholm samen met een co-auteur onderzoek gedaan dat in de PNAS in 2014 is gepubliceerd. En dit is een plaatje. Iedere stip is een land.
En op de Y-as staat het percentage zelfstandig in dat land. En op de X-as, de horizontale as, staat het inkomen per hoofd van de bevolking. En wat u hier dus ziet, dat is... Nou ja, als je denkt aan die Schumpeteriaanse ondernemers, dit is best een verrassend plaatje. Want hier ziet u dus een negatieve lijn. Dus hoe meer zelfstandigen er zijn, hoe slechter het gaat met de economie. Nou, hier zit natuurlijk, dit is een correlatie, hier zit geen causaliteit in. Maar het is toch een frappant plaatje als je denkt aan ondernemerschap, zoals je dat als in je hoofd hebt, wanneer je denkt aan Airbnb en zo. Nou, voor deze collega Magnus Henriksson was dat ook aanleiding om op zoek te gaan, en dat hebben anderen inmiddels gelukkig ook gedaan, naar andere definities van de ondernemer die iets beter weergeven die positieve effecten van het ondernemerschap. Hoe meten we het nu? Of hoe gaan we het nu steeds meer meten? We kijken naar ondernemers die patenten hebben of ondernemers die nogal wat geld uitgeven aan research en development. We kijken naar ondernemers die personeel hebben of die een incorporated bedrijf hebben, dus die een BV hebben. Als we nog strengere definities gebruiken, dan kijken we naar ondernemers die met venture capital zijn, met risicokapitaal zijn gesponsord. Zijn natuurlijk weer veel minder. En bijna als grap, denk ik, in dat artikel heeft die collega Henriksson, die heeft een hele aparte definitie van ondernemerschap gebruikt. Namelijk, maar hij bedoelde het wel serieus, hij heeft gekeken naar het percentage ondernemers in een land dat miljardair is. Dus dat zijn hele succesvolle ondernemers. En met die extreme definitie, dat wilde hij dus aantonen, vind je dit plaatje. Dan is er dus wel een positief verband tussen het percentage ondernemers in een land en de economische situatie in dat land. Dus inkomen per hoofd. Nou, dit hebben we ook bekeken, hij ook trouwens vooral, met andere maten, met venture capital backed bedrijven en incorporated en zo. Maar bij alle andere definities die je gebruikt, die we nu als iets meer zinvol beschouwen, zie je dan gelukkig toch een positieve correlatie. En dat is prettig, dan weet je tenminste waar je het over hebt. Dus, conclusie. Uit veel onderzoek blijkt dat ondernemers die innoveren zijn ook vaak succesvol. Die groeien vaak, die zijn vaak met venture capital gefinancierd en die zijn vaak BV's. Daar zitten hele sterke verbanden tussen. Dus we kunnen rustig zeggen dat als we naar succesvolle ondernemers kijken, dan hebben we grote kans dat we naar die Schumpeteriaanse ondernemers kijken. Dus dat is datgene eigenlijk wat we nu willen gaan doen. Dat is de minderheid. Wel een interessante minderheid. En wat is wel duidelijk is, de gebruikelijke statistieken, die zijn niet van toepassing. Kunnen we hier niet op gebruiken. En deze ondernemers hebben de grootste bijdrage aan de baten van ondernemerschap. Dus creatie van werkgelegenheid, innovatie, concurrentie. Nou, ze breken ook markten af, dat dan weer wel. Productiviteit, groei, allemaal dat soort dingen. Maar elke vorm van ondernemerschap brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. En dat zullen deze ondernemers ook doen. Daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Oké. Als we nou, nu ga ik eigenlijk een beetje over naar mijn onderzoek, wat dat er nou mee te maken heeft. Ik ben trouwens een econometrist die altijd gewoon met heel veel data onderzoek doet naar leuke dingen. Of tenminste, dat vind ik. En dat gaat dan in dit geval hierover. Volgens mij zijn de uitdagingen, althans de uitdagingen die je kan adresseren met mijn onderzoek voor het beleid, dat zijn er twee. Eén, het zou interessant zijn, daar is trouwens nog ook wel het een en ander aan de gang aan beleid, om mensen met veel talent om te ondernemen aan te moedigen om ondernemer te worden. Dan heb je een grotere kans dat er meer van die Schumpeteriaanse ondernemers komen. Dus als we die willen, moeten we daar naar kijken. En het, dus een soort van selectie, waar vinden we ze? En de tweede uitdaging waar we naar gaan kijken, dat is gegeven dat je ze hebt gevonden, of sowieso misschien wel, al op de basisschool, zou je ook ze kunnen helpen ontwikkelen, dat ze dingen leren die handig zijn om een betere ondernemer te zijn. Nou, dat zijn de twee vragen waar ik nu verder naar wil kijken. En dat doen we met behulp van onderzoek. Want als je dat verbindt aan onderzoek, deze twee vragen, dan de eerste uitdaging, daar kan onderzoek aan bijdragen. Door te kijken, wat zijn dan de karakteristieken van die high potential entrepreneurs? Dus wat karakteriseert nou een succesvolle ondernemer?
En is het een beetje makkelijk om te zeggen, nou, een hoge winst of veel innovatie, ja, dat is achteraf. Maar als onderzoeker is het interessant om te weten wat vooraf zou kunnen voorspellen of iemand een succesvolle ondernemer kan worden. En om bij te dragen aan die ontwikkeling van high potential ondernemers, moeten we ons als eerste afvragen, kan je ondernemerschap wel leren? En als je het kan leren, waar, hoe, wat voor soort dingen moeten we daarvoor in stelling brengen? Daar hebben we het over. Oké, dus we gaan nu eerst naar vraag 1. Hoe kunnen we die high potentials aanmoedigen om ondernemer te worden? Wat zijn die karakteristieken? Nou, één karakteristiek waar ik veel onderzoek naar heb gedaan, andere mensen ook, en trouwens ik ook samen met andere mensen, is opleiding. De tweede is intelligentie. En ook types van intelligentie. Gaat het om sociale intelligentie, om beta-intelligentie, taalvaardigheid? Wat heb je nou nodig? Derde waar we het over gaan hebben, zijn er bepaalde gedragskenmerken op het gebied van risico nemen of tegen je verlies kunnen of zelfvertrouwen hebben. Dat soort kenmerken die een succesvolle ondernemer typeren. En het vierde waar we nu naar kijken straks, sommige dingen doe ik heel snel, andere een beetje langzaam, is de samenstelling van het ondernemende team. Want teams zijn natuurlijk heel vaak hetgene waarmee een innovatief bedrijf start. Nou, 5 en 6 staan met puntjes, want daar gaan we niet naar kijken. Maar die heb ik erbij gezet om aan te geven dat dit natuurlijk niet het enige is dat bestaat. Of waar onderzoek naar is gedaan. Oké, opleiding. Hier ziet u een plaatje van 6 heel succesvolle ondernemers. En wat hebben ze met elkaar gemeen? 2 dingen. 3 dingen. René, zeg jij eens wat. Ik denk dat het allemaal van huis uit economen zijn. Nee. Nee. Nee, want bijvoorbeeld die Ingvar Kamprad, dat is de oprichter van IKEA. Okay. Die heeft gewoon een lagere school. Ze hebben allemaal middelbare school. Nou, behalve dus Ingvar Kamprad. Die heeft alleen maar lagere school. Okay. Iemand anders misschien? Allemaal geen opleiding, toch? Ja. Hey. Ze hebben allemaal niet hun opleiding afgemaakt. Oh, het zijn drop-outs. En ze zijn allemaal miljardairs. Ze betalen weinig belasting. Ze betalen weinig belasting. Ja, zo, dat zijn... Nee, oké. Waar ik het over had, ze zijn zeer succesvolle ondernemers en ze hebben niet hun opleiding afgemaakt. Ze zijn drop-outs en zij zijn dus degene die ervoor zorgen en ook wel andere mensen, ook in Nederland heb je mensen die dat verkondigen. Dat mensen denken, nou, als je een succesvolle ondernemer wil worden, dan moet je dus niet je tijd voordoen op school of bij een opleiding, want dat is echt doodzonde. En de vraag is dat waar? Nou, deze grafiek, ook weer van mijn Zweedse collega Henriksson, geeft aan dat dat toch niet helemaal waar is. Dat deze mensen behoorlijke uitzonderingen zijn. Hij heeft onderzoek gedaan dus naar die miljardairs in Amerika. En in de eerste kolom, ik weet niet of ik een pointer heb. Maar ja, ik kan het ook wel zonder pointer vertellen. In de eerste kolom staat de opleidingsverdeling van miljardair ondernemers. In de tweede kolom van zelfstandigen. En in de derde kolom van mensen die een baan hebben. Eerste rij staat lagere school. En onderaan staat advanced degree, dus dat is universiteit. En wat je hier ziet is dat zelfstandigen en mensen met een baan, die hebben ongeveer een beetje dezelfde verdeling van opleiding. En wat u ook ziet, is dat die miljardairs, die hebben een veel hogere opleiding gemiddeld. 45% heeft de universiteit en een hbo heeft ook nog eens 39%. Dus dat is een heel ander verhaal. En ik heb dit onderzoek ook wel eens voor Nederland gedaan. Vind je exact hetzelfde. Dus de statistiek geeft aan dat ondernemers die succesvol zijn, wel een hoge opleiding hebben. Maar goed, dat is een correlatie. En het soort onderzoek dat wij econometristen doen, is niet gebaseerd op dit soort correlaties. Waarom? Als je heel slim bent, dan verdien je vaak veel geld. En is het ook heel makkelijk om je school af te maken. Maar dan is het niet zo dat door die school, dat je daardoor veel geld verdient.
dat is dan gewoon, die correlatie is er wel, maar het effect van scholing is er dan helemaal niet. Nou, dan komen de econometristen in stelling. En dat zijn wij. En dan ga je onderzoek doen met ofwel experimenten of probeer je slimme econometrische trucjes te doen om te kijken of opleiding een effect heeft op ondernemerschapsuitkomsten. Nou, en als benchmark hebben we gekeken naar het effect van opleiding voor werknemers. En dit is een schets, want zo mooi lineair is de wereld niet. Dit is een schets. En de rode lijn is voor werknemers. En de blauwe lijn is voor ondernemers. En het geeft de relatie aan tussen iemands opleiding, aantal jaren opleiding en zijn inkomen. En wat je hier ziet, is dat, en dat verbaast natuurlijk niemand, dat voor werknemers, hoe meer opleiding je hebt, hoe hoger de kans is dat je veel verdient. En hier staat dus een kausaal effect. Maar interessant genoeg vinden we dat die lijn steiler is voor ondernemers. Die blauwe lijn is steiler dan die rode lijn. Dus wat we als econoom zeggen we dan, het rendement op opleiding is voor ondernemers hoger dan voor werknemers. Je hebt meer aan een extra jaar opleiding als ondernemer voor je inkomsten, die natuurlijk ook correleren met je uitkomsten, ook hopelijk maatschappelijk, dan wanneer je een werknemer bent. Nou, we hebben dus opleiding heeft wel degelijk zin voor ondernemers en succes. Hoe komt dat? We hebben er meer onderzoek naar gedaan. Het is vooral beta-vakken die van belang zijn. En we hebben later ook naar intelligentie gekeken. En dan hebben we ook wel begrepen waarom dat is. Maar een beta-achtige opleiding is dus met name van belang. Maar gewoon hoe meer opleiding, hoe beter, gemiddeld genomen. Toen hebben we ook nog gekeken naar intelligentie. Intelligentie en opleiding hangen natuurlijk nauw samen. Mensen die meer intelligent zijn hebben een hogere opleiding, maar daar hebben we allemaal voor gecorrigeerd. Hebben we weer geprobeerd te kijken naar causale verbanden en wat blijkt dan? Ondernemers hebben niet alleen meer profijt van hun opleiding, maar ook meer profijt van hun intelligentie, hun IQ. Met name dus meer hun algemene IQ, maar ook van specifieke soorten IQ. En dat is met name zijn dat beta-vaardigheden, dus analyse en technisch, maar ook sociale vaardigheden. Die heb je als ondernemer, kan je ook makkelijker te gelden maken dan als werknemer. En wat belangrijk is voor ondernemers, daar doen heel veel mensen onderzoek naar, is dat je niet specialist bent in één ding. Ja, natuurlijk kun je succesvol zijn als specialist, maar over het algemeen genomen is het voor ondernemers handig om een soort jack of all trades te zijn, van alle markten thuis. Ik zie daar een succesvolle ondernemer erg knikken. En dus die sociale intelligentie die ik al zei. Oké, dus ik hoop dat ik hiermee een bepaalde mythe doorprik. Dat heb ik al wel vaker gedaan. Opleiding en intelligentie zijn voor ondernemers zeer belangrijk. Oké, dus als we willen zoeken naar die Schumpeteriaanse ondernemers, nou, dan moeten we dus zijn bij dit soort types. Gemiddeld genomen. Oké, dan de gedragskenmerken. Er zijn heel veel mensen al geweest, waaronder bijvoorbeeld Kahneman en Tversky, die zeggen dat succesvolle ondernemers zich anders gedragen dan andere mensen. Dat ze bijvoorbeeld een andere houding hebben ten opzichte van risico. Dat ze beter met algehele onzekerheid kunnen omgaan, dus als er niet eens kansen zijn. Dat ze beter met verliezen kunnen omgaan, dus minder loss-averse zijn. En er wordt ook vaak gezegd dat ze meer optimistisch zijn dan andere mensen. Anders waren ze misschien niet eens ondernemer geworden. En dat ze ook meer zelfvertrouwen hebben dan andere mensen. Misschien wel iets te veel zelfvertrouwen. En wat zelfs wordt gezegd is dat ze hele andere denkstijlen hebben. Veel meer intuïtief dan andere mensen. Veel minder contemplatief. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan. Op de volgende manier. We hebben in 5 waves, 5 golven, hebben we ongeveer 1000 ondernemers en 1000 managers en nog iets van 600 werknemers, hebben mee laten doen aan experimenten online. En we hebben ze vragenlijsten laten invullen, allemaal in Nederland. En met die experimenten konden ze ook echt geld verdienen. En dat werd met een notaris, werd er dan geloot wie dan uiteindelijk zijn verdiensten wel en wie die niet zou krijgen.
Maar ze hebben dus echte financiële beslissingen genomen. En daarvoor hebben we gewoon, bijvoorbeeld om risicoaversie te meten, hebben we bestaande dingen gebruikt die anderen al hadden aangetoond dat die goed zijn om risico te meten. En tegelijkertijd hebben we ook de psychologische vragenlijsten aan die mensen voorgehouden, die ook risico meten en verliesaversie en al dat soort dingen. Nou, wat kwam daaruit? Als je vragenlijsten voorhoudt aan mensen, dan kloppen alle vooroordelen. Ondernemers die vinden dat ze minder avers zijn tegen risico, dat ze optimistischer zijn en dat ze meer zelfvertrouwen hebben. En succesvolle ondernemers vinden dat nog meer dan niet succesvolle ondernemers. Maar als je het echt gaat meten met echte beslissingen, dan blijken die verschillen nogal tegen te vallen. En dan vinden we eigenlijk nauwelijks verschillen. We vinden een paar subtiele verschillen tussen ondernemers en managers. En vinden helemaal geen verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemers. Niks. Ja, oké, dit zijn wij met ons onderzoek, dus er zal nog wel eens vaker onderzoek naar moeten worden gedaan. Maar tot nu toe is er dus geen bewijs voor dat succesvolle ondernemers zich anders gedragen, andere gedragskenmerken hebben dan anderen. Die denkstijlen hebben we dus ook bekeken, zien we ook helemaal geen verschillen. Zijn niet meer intuïtief dan anderen. Helemaal niet. Oké, dus tot zover, dit voor zover gedrag. En dan nu wil ik even kijken naar teams. En daar wil ik ietsje uitgebreider op ingaan. Bas, hoe doe ik met de tijd? Goed. Oké, ja, maar je weet niet hoeveel ik nog heb. Nou, ik heb 10, 15. Nog te gaan? Ja. Oké. ik ga ietsje sneller praten nu. Teams. Nou, teams zijn heel belangrijk, want tegenwoordig high-tech innovatieve bedrijven, die worden heel vaak door teams opgericht en niet door de lone wolf als ondernemer. Sowieso worden in de wereld steeds meer beslissingen in teams genomen. Maar wat ook zo is, door de diversiteit in de beroepsbevolking, mannen, vrouwen, allochtonen, van alles is er, worden teams, als je zeg maar niet eens beleid daarop zou voeren, worden ze sowieso meer divers. Maar op voorhand is het vrij onduidelijk wat het effect is van een divers team op de prestaties van het team. Er zijn verschillende factoren. Aan de ene kant, als je meer diversiteit hebt, heb je meer verschillende vaardigheden, kunnen mensen meer van elkaar leren. Maar aan de andere kant kan de communicatie wat stroever worden en mensen kunnen ruzie met elkaar maken eerder als ze divers zijn dan anders. Coördinatieproblemen zijn dan meer mogelijk. Nou, hier is wel vaak onderzoek naar gedaan, maar niet zo vaak in ondernemende teams. En niet op de manier die wij hadden gedaan. Nou, wat hebben wij gedaan? Wat er vaak is gedaan, is dat er gewoon naar echte teams wordt gekeken in de realiteit. Nou, dat is prima. Dat is heel realistisch natuurlijk. En het nadeel daarvan is, die teams die zijn al samengesteld. Niet random. Waarschijnlijk om een bepaalde reden. Dus daar kun je niet echt precies de effectiviteit, dus het effect van de samenstelling op de effectiviteit van team mee bekijken. Er zijn ook experimenten gedaan in een lab naar de effectiviteit van diverse teams. Maar dan worden mensen vaak als team hooguit een paar uur of zo bij elkaar gezet. En dan moeten ze hele artificiële spelletjes doen samen. En dan wordt dat effect gemeten. Dus dat vonden we ook een nadeel. Dus het zou heel nuttig zijn om met een bepaalde methode het effect van diversiteit op de prestaties te meten op iets langere termijn onder toch wel een beetje realistische omstandigheden. Nou, dat hebben wij als volgt gedaan. We hebben naar verschillende dingen gekeken, maar ik vertel nu even over man-vrouw. Wij kregen ik kan denk nu na zoveel jaar wel zeggen waar het was, op de Hogeschool van Amsterdam in het eerste jaar bij de International Business Studenten. Daar, ieder jaar zijn er 500 nieuwe studenten. En die moeten in hun eerste jaar, daar besteden ze ongeveer één dag per week aan, moeten ze een bedrijf opzetten met ongeveer 10 mensen. En in dit jaar dat we dat onderzoek deden, mochten wij die teams indelen. Dat was natuurlijk heel leuk, want wij konden dat hele onderwijsprogramma als ons laboratorium gebruiken, waar ze een jaar lang bezig waren om onder gelijke omstandigheden, met een gelijke uitgangspositie, bedrijven op te richten. En ze hadden ook nog eens allemaal evenveel werkervaring. Geen. Ze waren allemaal even oud, ongeveer 20. Dus dat was geweldig. En wij hebben teams gemaakt. We mochten niet hele mannenteams en hele vrouwenteams maken, maar wel één man, één vrouw en alles daartussenin. En wij hebben dus gekeken. Aan het eind van het jaar moesten ze stoppen met dat bedrijf en een jaarverslag inleveren.
En wij konden dus kijken naar de omzet en naar de winst en naar de aandeelhouderswaardecreatie, want ze hadden ook aandeelhouders, dat was allemaal heel echt. En we hadden ook allemaal vragenlijsten aan ze gegeven, aan het begin en aan het eind en in het midden. Dus op die manier konden wij kijken, wat is het effect van de man-vrouw diversiteit voor deze 10 prestaties en wat ligt daaraan ten grondslag. Nou, het onderwijsprogramma dat ze deden, dat heet Jong Ondernemen. Dat is heel bekend. Wij keken naar deze teams in het jaar 2008-2009. We hadden dus ongeveer 50 teams. Wat vonden wij? Ik sla even wat dingen over. Dit is het resultaat. Gelukkig maar, want het is natuurlijk echt, moet je als onderzoeker neutraal zijn en alle uitkomsten even best vinden. Maar in sommige gevallen heb je dan toch een beetje voorkeur voor sommige resultaten. En dat had ik hier ook. Maar het kwam er echt uit. Een mix van mannen en vrouwen werkt het beste voor de omzet en de winst en de aandeelhouderswaardecreatie. Significant beter dan teams die door mannen gedomineerd worden, in aantallen dus. Niet significant beter dan teams die door vrouwen gedomineerd worden, maar daar hadden we er ook ietsje minder van. We hebben ook heel veel onderzoek gedaan naar de onderliggende reden, maar die hebben we niet kunnen vinden. We konden gewoon niet vinden. Dus we weten dat nog niet, maar het is wel zo. Oké, dus we hebben conclusies over de diversiteit in start-up teams. We hebben ook soortgelijke studies gedaan naar culturele diversiteit, dus allochtonen en buitenlandse achtergrond. We hebben ook teams ingedeeld op hun IQ en naar die diversiteit gekeken. Nou, ik ga niet op alle studies in, maar diversiteit doet er steeds toe. Steeds op een beetje een andere manier, maar het doet er toe. Dus teamcompositie is een strategische keuze voor een onderneming. Belangrijk. Wat komt er nu uit deel 1? Hoe kunnen we high potentials aanmoedigen om ondernemer te worden? Nou, er zit dus wel iets in om naar hoger opleidingsniveau, slimmere mensen te kijken daarvoor, vooral technisch, analytisch, breed opgeleid of ontwikkeld. En ook na te denken om mensen op een slimme manier in een team samen te zetten. Ik ga nu nog heel even in op deel 2. Daar was de vraag, kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van succesvolle ondernemers? Nou, voordat we gaan kijken hoe we dat kunnen doen, moet je eigenlijk eerst kijken, kan je dat wel doen? Kunnen mensen ondernemerschap leren? Want eigenlijk hebben we al een beetje een clue, want het feit dat meer opleiding bijdraagt aan meer succesvol ondernemerschap kan al leiden tot de conclusie, nou, kennelijk kan je het leren op een bepaalde manier. Maar we hebben daar ook nog een andere manier naar gekeken. Sorry, Saar. Kan je ondernemerschap leren of is het een genetische kwestie? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En we hebben met Zweedse geadopteerde mensen, we hadden 4000 Zweedse geadopteerde mensen. In Scandinavische landen is het een walhalla voor econometristen, want daar kun je alle data aan elkaar koppelen en krijgen. We hebben een experiment gedaan, of ja, je noemt het een natuurlijk experiment. Want als ondernemerschap nou genetisch zou zijn bepaald, dan zouden we het volgende moeten vinden. Kijk, normaal, je ziet altijd, dat is een van de stylized facts bij ondernemerschap, dat mensen die ondernemende ouders hebben, die hebben zelf een veel hogere kans om ook te gaan ondernemen. En dan is dus de vraag, is dat de opvoeding of zijn dat de genen van die ouders? Als je geadopteerde mensen hebt en je weet alles van hun adoptieouders en hun biologische ouders, die ze zelf niet kennen, maar dat is dus dankzij de statistiekorganisatie van Zweden mogelijk, wij wel. Als je dus alles weet van de biologische ouders en de geadopteerde ouders, dan kun je naar verbanden kijken. En dat hebben wij gedaan. Wij wisten van die geadopteerde mensen, die geboren waren voor 1970, dus er was nog geen pil en abortus was nog niet legaal. Dus het was een redelijke representatieve steekproef van de bevolking. Hebben we ook naar gekeken. Van die mensen wisten we of ze ondernemer waren, of ze succesvol waren. En dat wisten we ook van hun adoptieouders, vader en moeder. En ook van hun biologische ouders, vader en moeder. Nou, die biologische ouders, als nou steeds het zo is dat als zij ondernemer zijn en die kinderen zijn ook ondernemer, dan is dus het effect van genen vrij groot.
als het steeds zo is dat als die adoptieouders ondernemers zijn, die kinderen zijn ook ondernemers, daar zijn, kunnen genen niet echt een rol spelen, dan is dus die omgeving belangrijk, die nurture. Dus nature zou een hoge correlatie moeten aanduiden met de biologische ouders en nurture met de adoptieouders. Wat vinden we? Ik ga het niet aan jullie vragen, want dan hebben jullie toch goed. Dus dat is niet zo grappig. We hadden trouwens ook nog heel veel, een paar miljoen observaties van niet geadopteerde mensen, om gewoon naar het totale effect te kijken. En wat we daarbij vonden, is dat ondernemende ouders, en dat vind je eigenlijk heel vaak, verhogen de kans op ondernemerschap van kinderen met 60%. Nu die geadopteerden, daar splitsen we dat dus uit. En wat vinden we? Heel netjes. De biologische ouders verhogen de kans met 20%. Dus er is een genetisch effect. Daar is al wel onderzoek naar gedaan door andere mensen. Nou, er zijn nog niet specifieke genen voor aangewezen. Maar die adoptieouders die hebben een veel groter effect. 2 keer zo groot. Dus nurture is 2 keer zo belangrijk als nature voor de transmissie van ouders naar kinderen. Ook dit is goed nieuws. Ook hier had ik weer een wens dat dit ongeveer eruit kwam toen we dit onderzoek deden. Want het is dus niet puur genetisch. En ik ga nu even niet in, zou ik ook kunnen doen, maar omwille van de tijd niet waarom we dit vinden. Dus als u straks wil vragen waarom we dit vinden, dan ga ik dat beantwoorden. Ondernemers worden gemaakt en niet geboren, althans ook, maar het is voornamelijk de omgeving die het bepaalt. En dus is er ruimte voor, of meer ruimte in ieder geval, als we weten hoe we dat moeten doen, voor beleid om meer ondernemerschap te ontwikkelen en voor onderwijs daarover. Hoeveel tijd heb ik nu nog voor de rest? 5 minuten of zo? Ja, zoiets. Oké, komt goed uit. Nou, met dit antwoord op onze zak zijn we toen gaan kijken, hoe kan je het dan leren en wanneer kan je het leren? En we hebben verschillend onderzoek gedaan. Dit onderzoek wat ik nu vertel, toen waren we eigenlijk al redelijk gedesillusioneerd, dat deden we als laatste. We hebben gekeken naar een heel groot onderwijsprogramma op de basisschool, heel groot in Nederland, wordt gesponsord door het ministerie van Economische Zaken, BizWorld. Het is ook groot in de rest van Europa en in Amerika. Dan leren kinderen op de basisschool ondernemen. Wij hebben onderzoek gedaan op 63 scholen met 118 klassen en 2500 kinderen. En wij hebben van tevoren gemeten bij al die kinderen met een vragenlijst die we met een kinderpsycholoog hadden gemaakt, wat hun vaardigheden zijn die belangrijk zijn voor ondernemerschap, zoals proactiviteit en creativiteit. Er komt zo een lijstje langs. Hebben we van tevoren gemeten en na afloop, zodat we konden kijken in hoeverre er een ontwikkeling plaatsvindt als dat programma aan de gang is geweest. Maar alle kinderen ontwikkelen zich natuurlijk in de loop van een paar maanden als je op de basisschool zit in groep 8. Dus we hadden ook een controlegroep. Die 63 scholen die zich hadden aangemeld om mee te doen aan BizWorld, die waren zo vriendelijk om voor ons onderzoek het op een speciale manier te doen. Wij mochten loten welke scholen in onze behandelgroep zaten en welke scholen in onze controlegroep zaten. Nou, scholen die graag mee willen doen, die willen natuurlijk graag meedoen. Daarom hebben ze zich aangemeld. En dan is het dus niet vriendelijk om te zeggen, nou sorry, dit jaar is er onderzoek, dus jullie mogen niet meedoen. Maar we wilden wel graag dat ze allemaal graag mee willen doen, want dan zijn het vergelijkbare scholen. Maar wat mocht, dat heeft Ajo bedacht, met wie we dit onderzoek hebben gedaan, Laura Roosendaal-Huber, die heeft gezegd, nou weet je wat, als we nou bij de ene groep 8, het moet allemaal na de CITO-toets in februari, was dat toen nog, als we de ene groep 8 doen we het in maart, april, dat programma, bij de behandelgroep, doen we de thermometer erin in mei, en dan gaat de andere groep half mei tot eind juni aan de slag met het programma. En dan zijn ze in ons onderzoek nog niet behandeld geweest, maar ze zijn toch, hebben ze gewoon het programma kunnen doen. Nou, en hier is een schets van wat je dan hoopt te vinden. Dus de blauwe lijn, of wat je denkt te vinden, dat zijn, is de controlegroep. Die doen niet mee aan het programma, althans niet in die periode van ons onderzoek. En die rode groep wel. En als het programma zou werken, dan verwacht je dus dit verband.
Je verwacht, nou, die andere kinderen slapen ook niet, die leren ook van alles en nog wat. Dus dat is ook een stijgende lijn. Maar na dat programma gaat dat ineens harder met die kinderen die het programma hebben gedaan. En dit gaat dus over hun kennis en hun vaardigheden die met ondernemerschap te maken hebben. Kijken dus eigenlijk naar dubbele verschillen, differences in differences. Dus van het begin naar het eind, hoeveel ontwikkelen zich? En dan kijken we naar het verschil tussen de behandelgroep en de controlegroep. En het programma is effectief als de behandelgroep zich over die tijd meer ontwikkelt dan de controlegroep. Het ondernemerschap dat ze doen is vriendschapsbandjes maken in een groepje. Vrij serieus. Iemand in het groepje is de CEO en iemand is de CFO en iemand is de Chief Marketing Officer enzovoort. 5 kinderen, die moeten daar ook voor solliciteren en zo. Maar wij mochten ook de teams indelen. En nou, dan kunnen ze inkopen doen. Hier ziet u de materialen. En dan, nou, ja, dan gaan ze ook aandelen uitgeven. Zo, het is een heel leuk programma. Ik heb het zelf ook een paar keer gegeven. En dan aan het eind van het programma, of bijna aan het eind van het programma, dan gaan ze aan groep 7 gaan ze die vriendschapsarmbandjes verkopen. Voor biz euro's, dus dat is nepgeld. En dan helemaal aan het eind van het programma moeten ze het financiële jaarverslag maken onder leiding van de CFO. Dat is meestal het slimste kind van de groep. En wij hebben dus gekeken naar de teamresultaten van deze kinderen. En naar de individuele ontwikkeling van deze kinderen. En wat we vonden, nou, je hoeft het niet allemaal, dat is nu te laat om dat allemaal zo te lezen. Maar we vonden dus, hier staan allemaal uitkomsten, vaardigheden die van belang zijn voor ondernemerschap. En die we dus hebben gemeten doordat we die kinderpsycholoog hadden ingeschakeld. Dus need for achievement, dat is een soort een drang om te presteren. Sociale oriëntatie, doorzettingsvermogen, dat soort dingen. En ook kennis hebben we gemeten. Wat vonden we? In de controlegroep inderdaad ontwikkelden die kinderen ook dit soort dingen. Dus het is maar goed dat we een controlegroep hadden. Want anders reken je jezelf rijk. Maar in de treatmentgroep, de behandelgroep, werd het wel sterker ontwikkeld. En het verschil in de laatste kolom, ja, ik heb het een beetje knullig hier aangegeven. Maar die plusjes betekenen dat er heel veel significant verschillende ontwikkelingen zijn bij de kinderen in de behandelgroep vergeleken met de controlegroep. En dit was dus een beetje een jubelverhaal, want we vonden dus dat dit soort van onderwijs echt een effect heeft. Weliswaar alleen op korte termijn en op lange termijn hebben we het niet kunnen onderzoeken. Want na 2 maanden had die controlegroep het programma ook gedaan. Maar hier vinden we dus wel resultaten. En dat was ook heel leuk voor het ministerie van Economische Zaken. En inmiddels is dit programma enorm uitgebreid en doen bijna alle basisscholen daaraan mee. We hebben allemaal ander onderzoek, hadden we daarvoor gedaan, hebben andere mensen ook gedaan. Dan word je minder blij, want wat komt eruit? Op de middelbare school worden ook nog soms positieve resultaten gevonden. Maar HBO en universiteit en cursussen voor echte ondernemers vinden we nooit positieve effecten tot nu toe. Als je het dus onderzoekt met een behandel- en een controlegroep. Dat kan zijn dat er geen effectieve programma's zijn. Het kan misschien zijn dat mensen het later niet meer kunnen leren. Of het kan zijn dat we de effectieve programma's nog niet hebben onderzocht. Dat laatste hoop ik eigenlijk. Maar goed, daar is nog een boel te doen. Oké, ik ga nu naar het einde van deel 2 en daarmee naar het algemene einde. En ik zie Bas ook al een beetje op zijn stoel bewegen. Enkele clues hoe onderzoek kan bijdragen aan de vraag. Kunnen we bijdragen aan het ontwikkelen van high potential ondernemers? Nou, het antwoord is, het is in ieder geval te leren. Het is niet alleen genetisch. Maar wat we tot nu toe hebben gevonden is, vooral als je jong bent, kan je die vaardigheden die daarvoor van belang zijn leren. En later hebben we in ieder geval nog geen effectieve programma's onderzocht. Of het is gewoon heel lastig. Oké, even terug van onderzoek naar beleid. Stel dat we willen dat we high potentials aanmoedigen om ondernemers te worden, om meer Schumpeteriaans ondernemerschap te hebben. Dan kan dat dus op universiteiten, waar die hoog opgeleide zijn. Bijvoorbeeld met rolmodellen of door de status van het ondernemerschap te verhogen. Zodat echt high potentials zich aangetrokken voelen tot het ondernemerschap. Omdat techniek belangrijk is voor innovaties, maar ook al die beta-studenten. Is het belangrijk om verbinding te maken met universiteiten. Vooral met de beta- en de medische faculteiten. Gebeurt nu ook veel, maar nog niet altijd op een hele handige manier met incubators en technology transfer offices.
en goede ecosystemen, dat is dus die Startup Delta, om een verbinding te maken tussen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap, om ervoor te zorgen dat kleine bedrijven en grote bedrijven met elkaar verbonden zijn, dat ondernemers mentoren en rolmodellen hebben, dat ze naar het buitenland gaan, dat ze meegaan op handelsmissies en al dat soort dingen. Allemaal heel belangrijk voor dit soort ondernemerschap, wat vaak internationaal is. De tweede uitdaging draagt bij aan de ontwikkeling van Schumpeterian entrepreneurs. Nou, misschien moet dat wel zo vroeg mogelijk. En misschien moeten we nog op zoek naar meer effectieve programma's voor als mensen wat ouder zijn. Ik wil het hierbij laten. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Mirjam. Ga zitten. We hebben een boeiend betoog gehoord over Schumpeteriaans ondernemerschap. Maar ik heb nog wel een vraag, want ik weet nog steeds niet precies, wat is dat nu eigenlijk? Bij Schumpeter moet ik toch heel erg vaak denken aan creatieve destructie. En is Schumpeteriaans ondernemerschap niet dan een soort nihilistisch of Nietzscheaans ondernemerschap waarbij heel veel kapot wordt gemaakt? Leg eens uit, wat is Schumpeteriaans ondernemerschap nu echt? Nou, ik hoopte dat ik het al een beetje had uitgelegd. Maar ik kan het nog wel een keer proberen. Nee. Maar ik ga het nu proberen uit te leggen en anders geef ik het woord aan Arnold. Ik hou me er buiten hoor. Nee joh, jij houdt je er helemaal niet buiten. Daarnet zei je als eerst al iets. Ik ben nu heel oud, zeg. Ja, dat is wel zo. Maar Oké. Schumpeteriaans ondernemerschap. Innovatief, dat zijn dus ondernemers. Dat zijn niet de mensen die op de winkel passen, volgens Schumpeter. Maar dat zijn echt de mensen die op een creatieve manier ervoor zorgen dat met nieuwe combinaties nieuwe markten worden ontgonnen of nieuwe producten of diensten worden opgezet. Alles wat nieuw is, waarbij je dus nieuw marktpotentieel kan aanboren, dat is interessant voor Schumpeteriaanse ondernemers. Dingen goedkoper produceren dan eerst mogelijk was, of nieuwe dingen produceren. Dat is Schumpeteriaans ondernemerschap. Maar wat betekent het adjectief Schumpeteriaans? Want je kan dit ook weglaten. Ook gewoon ondernemers proberen winst te maken, zo goedkoop mogelijk te produceren. Nieuwe technologie, ja. Nieuwe productiemethoden, processen. Dus wat is het adjectief Schumpeteriaans? Nou, jij hebt dus een iets te positief beeld van de gewone ondernemer. Want de gewone ondernemer, als we hebben over 12% van de beroepsbevolking, dat zijn dus vaak mensen die helemaal niet nieuwe dingen willen doen. Die willen gewoon iets ouds doen, maar dan geen baas hebben. Of die zijn ontslagen. En die hebben geen andere kans meer. Die gaan gewoon hetzelfde doen wat anderen ook al doen, maar dan om de hoek. En daar is helemaal niets vernieuwend aan. Dus er moet iets vernieuwends aan zitten. En als het echt heel vernieuwend is, dan is het dus automatisch zo dat de oude dingen die er zijn, ja, die worden vaak overbodig. Of die worden dan niet meer gekocht. En dat is dus die destructie. Destructie klinkt heel slecht, maar dat is dus niet altijd slecht. Nee, dat snap ik. Okay. Als je de voorbeelden die je noemt, het waren Airbnb en er stonden nog een paar Uber. Dat zijn aan de ene kant, het is evident dat mensen daar voordeel bij hebben. Bijvoorbeeld neem de Uber, je kan doorgeven veel makkelijker of een taxichauffeur deugt of niet. Dan wordt hij uit het systeem gegooid. Er is veel meer consumer-driven controle op die taximarkt. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een hoop taxichauffeurs die misschien de regels een beetje ontduiken, wat minder belasting betalen en dat soort zaken. En daarmee kan deze nieuwe vorm van innovatie ook leiden tot, je zou kunnen zeggen, inderdaad niet zulke positieve, creatieve, ja, of misschien minder creatieve destructie. Dus zijn er alleen maar voordelen verbonden aan Schumpeteriaans ondernemerschap? Je beantwoordt eigenlijk zelf al de vraag. Want dat is dus niet zo. Want doordat ze zij veranderen de spelregels. En dat is voor de huidige spelers niet fijn, maar dat is ook voor de spelregelmeesters, vaak de overheid, ook niet fijn. Dus heel vaak gaan ze langs de mazen van de wet en ontwijken ze dingen om op een nieuwe manier aan de gang te gaan, die hele vervelende gevolgen hebben. In ieder geval tijdelijk, totdat je misschien weer in een nieuw evenwicht bent.
waarbij het dan voor iedereen de normaalste gang van zaken is, dat je chauffeurs hebt die vriendelijk zijn omdat ze anders eruit geknikkerd worden. En dat je niet 50 euro betaalt van het centrum naar Schiphol, maar dat je 20 euro betaalt. Maar goed, ik proef toch een beetje dat je uiteindelijk de voordelen van die doorbraak innovaties, dat je die als groter, waarschijnlijk groter ziet dan de mogelijke nadelen. Ja. Van misschien niet alle spelregels. Ja. Dat sommige ondernemers misschien een beetje wat hoekjes afsnijden. Ja. Er zijn wel wat analyses geweest, maar ik ben daar ook niet helemaal in thuis. Want Marx had het ook over creatieve destructie. Die zag vooral de nadelen ervan, die jij nu ook benadrukt. Terwijl Schoenpeter daar dus heel erg de voordelen van zag en het gewoon als een noodzakelijk kwaad van nieuw ondernemerschap zag, dat oude dingen dus kapot gemaakt worden. En ik begrijp wel dat kapot maken ook heel veel verdrietige gevolgen kan hebben. Maar ik denk wel dat in heel veel gevallen de vooruitgang wel op die manier teweeg is gebracht. Oké, duidelijk. Als ik naar je cv kijk en ook uit je eigenlijk opsomming van onderzoeksresultaten, blijkt heel duidelijk dat je bent van de methodologische harde school. De economische orthodoxie in het empirische onderzoek is alles proberen kausaal te meten. Dus niet meer genoegen nemen met een correlatie. Als we een observatie doen, twee variabelen. Je noemde net het voorbeeld van opleiding en inkomen. Ja, als intelligentie zowel leidt tot een hoger inkomen als meer opleiding, weet je niet of je inkomen veroorzaakt wordt door een hogere opleiding. Maar er is wel een probleem met dat soort onderzoek. En dat heeft te maken met de generaliseerbaarheid van je experiment of je quasi-experiment. Dus bijvoorbeeld je verraadde net in je praatje dat je naar die hogeschoolstudenten had gekeken om te kijken of gemengde teams betere beslissingen nemen dan teams die gedomineerd worden door mannen. En je vond dat gemengde teams het beter deden. Maar zijn die studenten van 20, zijn dat wel een goede groep om die grote conclusie op te generaliseren? Hoe beter je identificatie, om het in technisch jargon te zeggen, hoe groter mogelijke vragen rond de externe validiteit kunnen zijn. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, zeker met ondernemerschap. Dat wordt natuurlijk onderzocht door bedrijfskundigen heel veel en door economen. En dan zie je ook een strijd, want bedrijfskundigen die brengen naar voren wat jij nu naar voren brengt. Ja, hallo, je moet wel onder realistische omstandigheden iets onderzoeken, anders dan kan je het niet generaliseren. En economen zeggen dan, ja, hallo, maar je moet wel echt een effect meten, want anders kan je niet weten of het eraan ligt aan dat programma of dat dan iets heel anders ligt wat je niet hebt meegenomen in je onderzoek. En allebei hebben natuurlijk gelijk. Dus de uitdaging is om onderzoek te doen onder zo realistisch mogelijke omstandigheden waarbij je wel effecten kan meten. En dat is wat wij proberen. Dus bijvoorbeeld zo'n experiment wat wij doen, vind ik al een beetje een stap vooruit. Want het duurt een jaar en ze zijn echte bedrijven aan het oprichten. En nou, het is toch een soort heel groot laboratorium wat er heel echt uitziet. Maar je hebt wel helemaal gelijk. Het zijn wel kinderen van 20 die het erbij doen. En die een heel klein bedrijfje opzetten, meestal in boxershorts of in USB-sticks of weet ik veel wat. Dus kan je daar nou zulke grote conclusies uit trekken? Je moet nog heel veel van dat soort onderzoek doen. En dat is natuurlijk best saai om dat nog op 30 andere plekken te gaan doen. En stel dat jij je eigen ideale experiment zou vormgeven. Hoe zou je dat dan doen? Dus stel jij mocht kiezen om één vraag te beantwoorden die eigenlijk op je onderzoeksagenda het hoogste op je. En wat is het ideale experiment dat daarbij hoort? Nou, wat ik heel leuk zou vinden, we hebben net een literatuuronderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat dit nog niet gedaan is en al helemaal niet goed. Ik zou het leuk vinden om te kijken in hoeverre innovatie, dus bijvoorbeeld patenten of iets anders, in hoeverre dat bijdraagt aan het ondernemerssucces. Dus we zeggen vaak van dat is aan elkaar gelinkt en dat is ook zo, ondernemerssucces en innovatie. Maar in hoeverre draagt innovatie nou bij aan iemands inkomen en iemands bedrijfsgroei en zo. Maar als we dat dus zouden doen, dan zouden wij een heleboel bedrijven moeten laten starten en dan moeten wij random verdelen van jij gaat innoveren en jij niet en jij wel en jij niet
En dan kunnen we meten of in hoeverre innovatie aan succes bijdraagt. En als jij voor je God voelt kon dan spelen, een beetje aan, dat is hoe best moet je lastig. Dat doen dan? Wat? Als jij voor God kon spelen, hoe zou je dat dan doen? Nou, als ik voor God kon spelen, dan zou ik dus, dan zou ik 100.000 bedrijven oprichten. In een beetje dezelfde omstandigheden. En dan zou ik 50.000 van die bedrijven zeggen, jij gaat nu slimme onderzoekers erbij aanstellen die patenten hebben op jouw gebied, et cetera. En tegen die andere 50.000 zeg ik, jij mag op dat gebied niks doen. Nee, dit is dus, zeg maar, je zou kunnen zeggen, de gouden standaard van economisch onderzoek nu. Ik kenschetste dat net een beetje als orthodox, maar dit is wel zoals, je krijgt geen wetenschappelijk artikel meer gepubliceerd als je het niet doet zoals Mirjam dat doet. Althans niet in de goede tijdschriften. Zou je kunnen uitleggen wat de beleidsrelevantie daarvan is? Waarom moeten we om goed beleid te voeren het onderzoek toch op die manier doen? Waarom kunnen we niet zoveel leren van correlatie? Zal ik dat aan de hand van een voorbeeld beantwoorden? Ja, doe dat, want dan kunnen de mensen het ook volgen. Nou, dat is al best lang geleden. Had gesproken, toen was Maria van der Hoeven was minister van Economische Zaken. Was dat in 2006 of zo, of 2008, ik weet niet precies. Ik sprak haar en zij gingen toen net invoeren dat ondernemers aan de onderkant van de ondernemersmarkt, dat die een startsubsidie konden krijgen. Een soort microkrediet noemden ze. Het microkrediet in Nederland is normaal in ontwikkelingslanden. Toen hadden we het daarover. Toen zei ik, goh, wat zou het mooi zijn als je dat op zo'n manier invoert, dat je meteen experimenteel onderzoek kan doen naar de effectiviteit daarvan. En dat vond ze heel interessant. En toen zei ze, ja, dat moeten we doen inderdaad. Ik ga jou daarbij betrekken. En op een gegeven moment werd ik dus door ambtenaren van het ministerie gevraagd van, nou, om te praten daarover. En ze vonden het heel interessant. En toen zei ze, dus, denk je dat zo'n onderzoek meer dan 25.000 euro kost? Zei ik, nou ja, dat denk ik wel, want dat moet je natuurlijk een beetje groots aanpakken. Zei ze, nou, dan moet het openbaar worden aanbesteed. Dus dan ben jij niet de enige die daarop meedenkt. Ik zei, nou prima. Dus ik had een voorstel geschreven. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een ambtenaar. En die zei, ja, omdat jij het had bedacht, willen we het wel aan jou gunnen. Maar jij bent niet de goedkoopste. En dus ik dacht eerst dat ik met de prijs omlaag moet. En er is iets wat ons niet bevalt aan jouw onderzoeksopzet. Jij hebt een controlegroep. Toen zei ik, ja. Toen zei ze, nou, dat is politiek niet haalbaar. We kunnen toch moeilijk mensen uitsluiten van dit programma. Toen zei ik, maar waarom? Je weet toch helemaal niet of het programma werkt? Dus nee, ja, dat kan echt niet. Toen zei ik, nou ja, dan doe ik niet mee. Dus toen hebben andere mensen zonder controlegroep, die hebben dat onderzoek gedaan. En ja, we weten het nog steeds niet. Dus want sindsdien is er wel heel veel veranderd. En er is hier ook iemand aanwezig van het ministerie van Economische Zaken. Ik zie hem nu even niet, maar misschien is hij al weggelopen. Er is heel veel veranderd naar aanleiding van de commissie Thewes, die vlak voordat Jules Thewes overleed, ervoor heeft gezorgd dat het wel een plicht wordt bij het ministerie van Economische Zaken om dingen op een goede manier te evalueren. Maar ook nu is dat gewoon nog niet makkelijk om dat goed te doen. Dat is een prachtig voorbeeld dus van creative destruction buiten de directe sfeer van de technologie. Want het gaat dan om de publieke besluitvorming, ja, de architectuur, arrangementen die interactief zijn met de creatieve destructie in de enge zin van in de sfeer van innovatie en technologie. En dat is bij Schumpeter dus ook een element dat het niet alleen gaat om de innovatie, hoewel dat bij hem zeer belangrijk is. Maar ik vind het echt belangrijk om te onderstrepen dat dat begrip creative destruction, dat een veel ruimere toepassing in de samenleving heeft. En ik zou bijna zeggen, als we dadelijk weer naar buiten gaan, zien we voortdurend allerlei ontwikkelingen in de wereld en in de samenleving die allemaal illustraties zijn van een soort gevecht, een soort zoeken naar nieuwe arrangementen en nieuwe vormen van besluitvorming. Alles is in beweging. Nou, en dat is allemaal in het kader van Schumpeter. Als ik daar nog een mag toevoegen, Bas, het tweede puntje dat ik wilde noemen, omdat er werd gevraagd, wat is er dan Schumpeteriaans hier aan? Dan is het nuttig om even te zeggen dat er twee grote economen in de geschiedenis van de economie zijn geweest,
die zich nadrukkelijk hebben bezig gehouden met wat je dan kan noemen, kort door de bocht gezegd, de dynamiek van het kapitalisme, de verandering in alle processen, de verandering dus ook in de allocatie. En niet uitsluitend hebben gekeken naar de gegeven allocatie en middelen verdelen met het oog op gegeven behoeften en zo. Maar gekeken wat de dynamiek is, dan Marx is daar heel nadrukkelijk nummer 1. En nummer 2 is in dat voetspoor voor een deel ook, en dat herkent Schumpeter ook, is Schumpeter. Dus dat Schumpeteriaans, dat is niet, Schumpeteriaans is niet los te zien van zijn algemene visie op economiebedrijven, namelijk in de zin van kijken naar de ontwikkeling van het kapitalisme, met name onder invloed van de technische ontwikkeling, een onderwerp dat in het algemeen, ook door Nederlandse economen, tot op de dag van vandaag heel erg wordt verwaarloosd. Ja. En daarom heb ik er eigenlijk spijt van dat ik weer iets gezegd heb. Arnold, dankjewel. Sandra, ik zag jou zwaaien. Ja, ik wilde je vragen. Nou, die discussie die jullie daar net hadden. Kijk, dan heeft Mirjam natuurlijk heel duidelijk gewonnen met haar argument van, als je niet zeker kan zeggen dat A tot B leidt, dan kan je beter geen uitspraak doen als je een beleidsinterventie wil doen. Maar de situatie wordt wel wat moeilijker in de huidige ruil die gaande is bij het Centraal Planbureau. Hebben jullie vast meegekregen over onderwijsbeleid. Dat rapport zegt, wat is nou kansrijk onderwijsbeleid? En er is nou enorme kritiek gekomen op het CPB weer. Omdat namelijk het hele rapport gebaseerd is op zeg maar heel rigoureus methodologisch onderzoek. Dus een RCT noemen we dat. En dat gaat allemaal over Kenia. Dat is een van de drie studies die aan de academische of methodologische kwaliteiten voldoen om te worden meegenomen door het CPB. En de sociologen die zeggen, maar wat hebben we daar aan in Nederland? En dan zegt het CPB, ja, maar een correlatie nemen we niet serieus. Dus dan kom je wel in vaarwater waar het antwoord toch heel wat moeilijker ligt. Hoe kijk je daar dan? Dit is weer de externe validiteit, ja, waar we het net over hadden. Dus je kan heel hard wetenschappelijk onderzoek doen volgens de standaarden. RTC is Randomized Controlled Trial. Dus net als bij medisch onderzoek met de controle en de behandelgroep. Dat kan je allemaal heel hard statistisch dan aantonen. Maar ja, kan je dat dan vervolgens generaliseren als je een onderwijsexperiment doet ergens in Kenia naar de Nederlandse situatie? En het ging hier, het CPB publiceerde een rapport waarbij kinderen in gemengde, of nee, sorry, in klassen met vergelijkbare soorten leerlingen het beter zouden doen dan klassen die heel erg gemengd zouden zijn. Overigens, gemengde teams, dat is het tegenovergestelde resultaat, lijkt wel. In jouw onderzoek. Maar goed, dat, ga er nog eens op in. Over die externe validiteit. Kunnen we het generaliseren? Als je naar zo'n, die kinderen van 7 jaar die ondernemerschap leren. Is dat daadwerkelijk het bewijs dat je ondernemerschap kan leren? Nou wel, die kinderen zijn niet 7, die kinderen zijn 11, 12. Oh, dat is wel het bewijs dat je ondernemende vaardigheden kan leren als je 11, 12 bent. Hè? Zo zien wij dat ook. We gaan dat niet zeggen, nou ja, goed, dan kan je het dus ook leren als je 50 bent. Dat zeggen we niet. Maar weet je, dit wat jij nu zegt, dat is dus een heel armoedige situatie, zou ik zeggen. Want het experimentele onderzoek hebben ze in Kenia moeten doen, omdat het hier dus in Nederland niet gebeurt. Want heel vaak, als je experimenteel onderzoek goed wil doen, moet je voordat je het programma invoert nadenken over hoe je het wil gaan evalueren en hoe je het gaat invoeren. En dan moet je dus misschien kiezen van, nou, op school 1, 3, 5 gaan we het zo doen, en op school 2, 4, 6 gaan we het even zo doen. En dat is dan politiek niet haalbaar, of er wordt niet aan gedacht, weet ik veel. Maar dan krijg je dus de armoedige situatie, dat als daar geen rekening mee wordt gehouden hier, dat je dan het onderzoek dat wel experimenteel is uit Kenia moet gaan halen. Ja, ik zou daar ook niet zo heel veel waarde aan hechten voor de Nederlandse situatie. Ja, nou ja, ik heb de luxe, maar misschien ook wel door mijn keuzes die ik heb gemaakt, dat ik dat niet hoef te doen. Maar ik zou inderdaad zeggen, daar kunnen we niks over zeggen. We hebben geen goed onderzoek daarnaar gedaan en dat moeten we dus nu gaan aanpakken. Meer vragen? Bernard, de vader van Mirjam van Praag. Ja.
Ik weet er niet zoveel van, laat ik dat van tevoren zeggen. Maar kijk, ik kom toch even terug vooral op wat jij zei aan het begin. Kijk, die creatieve destructie. Daar heb je natuurlijk twee aspecten aan. Aan de ene kant de creatie, en dat is wel goed. En aan de andere kant de destructie, en dat is toch heel onprettig. En ik kan me voorstellen dat er verschillende tempo's zijn, verschillende snelheden. Het is natuurlijk een bewegend proces. En dat bewegend proces kan op beschaafde wijze gaan. Er komen natuurlijk een aantal mensen tussen de wielen. Hè, maar aan de andere kant zijn er ook grote voordelen voor de rest van de maatschappij. En die mensen die tussen de wielen komen, die kunnen zich dan toch wel heel vaak aanpassen. Weer op de tram springen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat proces zo snel gaat dat eigenlijk de mensen helemaal niet meer op de tram kunnen springen, de mensen die de slachtoffers zijn. En nog erger, je kan je zelfs voorstellen dat de trein zo snel gaat rijden dat er eigenlijk helemaal geen tijd meer is voor het uitrollen van al deze nieuwe creaties, omdat ze al daarachteraan al opvolgers komen die de patenten die zijn uitgereikt net waardeloos maken. En daarbij heeft natuurlijk de politiek toch wel een hele belangrijke rol. Want ja, het gaat over krachten die men vrij kan laten of die men niet vrij kan laten. Die men kan kooien of niet kan kooien. En die krachten, dat wordt toch in het algemeen wel door wetgeving bepaald. En kun je een vraag stellen? Ja, wat is het? Is er een optimaal tempo te bedenken? Niet te hard en niet te langzaam. En in de tweede plaats, wat zou daar de rol van de wetgever moeten zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan het flexwerken, aan de verheerlijking van de ZZP'er in Nederland. Ja, dat zijn toch allemaal in mijn idee dingen die ik zie als misschien erg Schumpeteriaans. En ook erg creatief, maar ook erg destructief. Goeie vraag. Eigenlijk, ik bedoel, De nadelen van al die innovatie, en dat brengt heel veel turbulentie in samenlevingen, ook heel veel losers. Bijvoorbeeld in Amerika heeft de mediane werknemer al een jaar of 30 nauwelijks een inkomensstijging gehad. Die winsten van die creatieve van die creatie die komen aan de top terecht. Er zijn heel veel mensen die niet meekomen. Is dat niet iets wat toch een schaduw werpt op dat Schumpeteriaans ondernemerschap? Ik vind dat jij het ook een beetje vies uitspreekt. Maar wat Bernard zegt, dat vind ik wel heel interessant. Want het is ook zo, er kan door te hoog tempo kan het de schade toenemen die wordt toegebracht door de creatieve destructie. Dan wordt de destructie hoger. En ik denk dat de wetgever daar een rol in heeft. En bijvoorbeeld intellectueel eigendom en patentwetten, die zijn natuurlijk hiervoor bedoeld om het tempo aan te passen zodanig dat de welvaart wordt geoptimaliseerd. En er kan natuurlijk met sociale wetgeving ook iets aan worden gedaan. Maar ik wil één ding zeggen, dat is een beetje de basisregel van de economie voor mij. Als er economische ontwikkeling en groei is en er wordt meer verdiend in totaal, dan is het altijd mogelijk om met een betere verdeling te komen dan wanneer er minder wordt verdiend in totaal. Dus ik zeg niet dat het probleem triviaal is, helemaal niet. Maar er zou met goede wetgeving wel een oplossing moeten zijn, waardoor dit in ieder geval geen extra kostenpost is. Ja, maar die wetgeving is interessant. Arnold, ik ga even je buurman het woord geven. Jasper Lukezen, hoofdredacteur van de ESB. Ja, dankjewel. Nou ja, allereerst even dank voor het leren dat we het eigenlijk over marxistisch ondernemen moeten hebben in plaats van Schumpeteriaans ondernemen. Maar dat is een andere discussie. Dus ik mijn buurman moet geloven. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over die tabel die je liet zien. Met de effecten van de interventie op de basisschoolleerlingen, dat ondernemerschapsprogramma. En ik was geïntrigeerd door de laatste rij. Daar stond bedoelingen. En dat was de enige kolommetje die bij de interventie negatief was. Dus mijn vraag is, word je van die ondernemerschapsprogramma's, wat betekent bedoelingen, intentions? En word je daar nou eigenlijk wel een leuke persoon van? Je hebt het heel goed gelezen. Wat wij hebben gedaan, en daar hadden we later ook een beetje spijt van.
Maar goed, je moet het toch wel rapporteren. Je kan het niet onder tapijt vegen. We hebben, maar ik heb het in deze presentatie eigenlijk wel onder tapijt proberen te vegen. Maar dat is mislukt. We hebben gekeken naar 3 soorten uitkomsten bij dat basisschoolprogramma. 1 is de niet-cognitieve vaardigheden die van belang zijn voor ondernemerschap. Die groeiden dus. 2e is kennis. Dat maakt er niet zo heel veel uit. Dus kennis wat te maken heeft met ondernemerschap. Dus begrijp je wat aandelen zijn en winst en verlies en lenen. Dat soort dingen. Wat we ook hebben gemeten aan het begin en aan het eind. We hebben gevraagd aan die kinderen of ze ondernemer willen worden later. En hebben we op verschillende manieren gevraagd. En toen bleek dus dat die kinderen die dat programma hebben gedaan, die wilden na afloop van het programma minder vaak ondernemer worden dan die andere kinderen. Terwijl ze aan het begin nog ongeveer hetzelfde zeiden. Maar dat zie je heel vaak gebeuren bij ondernemerschap onderwijs, ook op hogere niveaus. Dat is niet per se erg, want heel veel kinderen tegenwoordig zeggen dat ze ondernemer willen worden. Dat is onrealistisch. Dus als je vervolgens een realistisch beeld krijgt van wat ondernemerschap inhoudt, en als het daardoor wat getemperd wordt, dan is dat helemaal niet erg. Dat was wat daar stond op die regel. Meer vragen? Albert-Jan Hummel. Dankjewel. Ja, ik zat me af te vragen. Zo net gingen we heel erg over van wat verklaart ondernemerschap, wat verklaart succesvol ondernemerschap en dat het belangrijk is om causale effecten te meten. Maar als we teruggaan naar die eerste paar grafieken, was eigenlijk alleen maar correlaties van wat zijn nou de correlatie tussen ondernemerschap en inkomen per hoofd van de bevolking, blijkt negatief te zijn. Dus wat zijn nou de causale effecten, als je wil, van ondernemerschap op inkomen? Want dat is nog niet zo duidelijk. Nee. Goeie vraag, wederom. Ja, dat hij is een hele goede vraag. Hij is mijn promovendus, slimme man. Is dat jouw promovendus? Ja. Het is overigens niet zo dat hij de juridische vraag aan mij heeft. Nee, maar anders kunnen wij nooit vrienden worden. Nee, het is een hele goede vraag. En daar is wel onderzoek naar gedaan, maar niet door mij. Ik ben helemaal geen macro-econoom. En dat is heel lastig om daar goed onderzoek naar te doen. Maar daar weet jij misschien meer van dan ik. Om de causale effecten van ondernemerschap op economische groei te meten. Meestal komen er wel positieve dingen uit. Maar ik heb eigenlijk nog niet heel vaak onderzoek gezien waarvan ik denk, yes, dat is goed gedaan. Maar we hebben niet vaak experimenten met landen gedaan. Nee, daarom. Het is heel lastig om dat zo te doen. Dus je kan maar beter op microniveau dat eerst goed vaststellen. Dus vandaar ook bijvoorbeeld dat idee wat ik had, als ik voor God mocht spelen om een experiment te doen, dan kan je dat soort dingen wel leren. Je dropt gewoon een paar ondernemers in één land en niet in een ander land. Ja. En dan kijk je of die economie dan harder gaat groeien. Ja. Zoiets. Over beleid, nu we toch een klein beetje naar de macrohoek gaan. Je hebt een paar ideeën over dat we ondernemerschap eigenlijk zouden moeten stimuleren. En vooral dat Schumpeteriaanse ondernemerschap. Weet je nu wel wat het is? Ik weet nu wat het is. Oké. Wat is hier het probleem? Waar faalt de markt? Waar zitten de externe effecten? Waarom zouden we dit moeten stimuleren als samenleving? Waarom moeten we die, wat is het, start-up delta's hebben? Ik heb geen idee wat het is. Maar het lijkt een beetje een soort voortzetting van innovatieplatformachtige dingen. Ik weet niet hoe goed dat is voor innovatie, moet ik ook erbij zeggen. Maar waarom moeten we dit stimuleren? Is er een reden waarom de markt faalt? Is er een reden waarom we dit als samenleving moeten aanmoedigen? Of komen die Airbnb's en die Ubers en komen die gewoon zelf? Is het gewoon dat de markt gewoon zijn eigen werk doet? En wat moeten we hiermee eigenlijk als samenleving? Moeten we dit eigenlijk wel steunen en stimuleren? Nou, de markt doet op zich zijn eigen werk, zolang ondernemers hier goede boterham aan kunnen verdienen. Maar ik denk dat de innovatief ondernemerschap, die innovaties, die strekken iets verder dan de portemonnee van de ondernemer. Althans de baten daarvan. Dus daar zijn positieve externe effecten in de vorm van innovatie. En als die zodanig groot zijn dat ze al die kosten van die destructie overstijgen, dan is er wel in ieder geval een motivatie om hier wat stimulerende maatregelen aan te besteden.
Maar goed, dan is de volgende vraag, hoe doe je dat? En dat is kennelijk helemaal niet zo makkelijk, omdat het meeste beleid, er is heel veel beleid gedaan waar of nog niet geëvalueerd is, of waar niet per se uitkomt dat het heel goed werkt. Maar dat soort faciliterende dingen die nu gebeuren om soort Silicon Valley-achtige dingen na te bouwen, ja, om ze bij elkaar te brengen, dat hoeft ook allemaal helemaal niet veel geld te kosten. Dat kost ook helemaal niet zoveel geld. Dat lijkt aardig te werken, maar ook dat is nog niet echt geëvalueerd. Nee, er wordt al jaren geld uitgegeven, recent over met de Kamer van Koophandel, om ondernemers te stimuleren. Ik heb er zelf ook gebruik van gemaakt. Het gebeurt al 20 jaar. Ja, al die fondsen, is daar nooit onderzoek naar gedaan wat het nou daadwerkelijk heeft opgeleverd? Soms de laatste tijd wordt daar dus wel eens goed onderzoek naar gedaan. Filip, wil jij daar iets over zeggen? Nou, nee. Of Piet? Nee. Ik zie je. Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Kijk, dat hele idee van die commissie Theeuws, dat kwam omdat op een gegeven moment zowel de Algemene Rekenkamer als het Centraal Planbureau, die zei, ja, er wordt ieder jaar iets van 3 miljard aan innovatiesubsidies uitgegeven. En werkt dat nou? Precies de vraag die jij net stelde. Als dat niet gebeurt, wordt er dan minder geïnnoveerd? En toen is die commissie, waar zware econometristen in zaten, die is al die subsidieprogramma's afgegaan en heeft ook aangegeven, eigenlijk een menu van dit moet je zo evalueren als je het echt goed vast wil stellen. En dit zo. En het eerste programma, het innovatiekrediet, dat aan de beurt was, dat hebben Mirjam en ik samen met anderen mogen onderzoeken op effectiviteit. En verdomd, het bleek effectief te zijn. Van de kant van het Centraal Planbureau zeggen ze dan weer nu in een soort overzicht, ik weet niet of je dat gezien hebt, nee. De causaliteit was niet vastgesteld, weet je wel, dat was die Bas die in die begeleidingscommissie zat. Welke Bas? Ja, niet onze Bas. Niet onze Bas, nee. Nee, Bas van het Centraal Planbureau. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Wij waren toch blij met hoe het ging en wat de uitkomsten waren. En de minister was ook heel blij, want die heeft dat programma ook grootschalig, corrigeer maar Piet als ik het fout zeg, uitgebreid. De uitkomsten van die evaluatie van het innovatiekrediet waren een grote ondersteuning voor het innovatiekrediet. En dat heeft geleid ook tot uitbreiding, dat klopt. En steun voor voortzetting in ieder geval ook. Ja. Zo zie je maar weer. Goed wetenschappelijk onderzoek leidt hopelijk tot goed economisch beleid. We moeten gaan afronden. Is er nog één hele prangende, dringende vraag? Ik zie één iemand zijn hand nog opsteken. De laatste vraag. Toch niet weer een promovendus van jou, hè? Nee. Oké. Ja, ik heb innovatie komt van start-ups, van nieuwe bedrijven, maar ook van bestaande bedrijven. En leidt zeg maar, de aandacht voor ondernemerschap in het beleid niet de aandacht af voor ondernemerschap binnen bestaande bedrijven, zeg maar, om ook die innovatie aan de gang te houden. Want dat zie ik in het beleid eigenlijk weinig terug, dat daar ook aandacht voor is. Ja. Wil je dat ik dat beantwoord? Ik heb daar wel een klein beetje een beeld bij. Ik geloof dat daar ook wel wat aandacht voor is, voor intrapreneurschap of corporate entrepreneurship. En dat is zeker ook belangrijk. Uit onderzoek blijkt wel dat de meeste radicale innovaties, die komen wel van de start-ups. Maar zeker wordt er ook heel veel, zeker in volume, worden belangrijke innovaties gedaan in bestaande bedrijven. Maar ook die innovatiekredieten waar Filip het net over had, die gaan ook helemaal niet alleen maar naar start-ups of zo. Dus er wordt echt wel aandacht aan besteed. Ja, nou, dat ondernemerschap, daar wordt vanuit de overheid denk ik niet zo heel veel aandacht aan besteed, maar dat hoeft ook niet. Maar die bedrijven, ik weet wel, daar ben ik zelf ook wel bij betrokken geweest, bijvoorbeeld in de financiële sector, wordt er heel veel aandacht, steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van het ondernemerschap van de werknemers. Oké. Ik heb nog één laatste vraag, Mirjam. Je hebt betoogd dat goed zijn in beta-vakken. Ben jij? Intelligentie, dat heb jij. Sociale vaardigheden, die heb je ook. Jack of all trades. Beetje technisch analytisch. Nou, we hebben een econometrist aan het werk gezien. Waarom ben jij eigenlijk geen Schumpeteriaanse ondernemer geworden?
waarom ben jij niet de nieuwe Bill Gates geworden? Wat is hier misgegaan in jouw opleiding, in jouw carrière? Hebben we hier een grote maatschappelijke verspilling op het toneel zitten? Nee, laat even zelf. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Was. Nee, ik zal het vertellen. Ik wilde eigenlijk ondernemer worden. En ik wilde zelf een marktonderzoekbureau gaan beginnen waar echt econometrisch onderzoek zou worden gedaan. En toen dacht ik als voorbereiding daarop, dan ga ik promoveren op ondernemerschap. Dan weet ik hoe het moet. En ik ga tegelijkertijd bij een marktonderzoekbureau werken. Ging ik bij Intelmarkt werken. Dus ik had helemaal, dacht ik, voor elkaar. Maar toen deed ik dat dus. En toen kwam ik achter twee dingen. Ik hou niet zo heel erg veel van risico's. Ik vind het gewoon fijner als dat wat minder aanwezig is. En ik vond het wetenschappelijk onderzoek zo leuk om te doen. En juist om wel helemaal door te gaan met van die dingen waar dan anderen al lang denken van, zullen we nu gewoon naar het volgende onderwerp gaan? Maar om het dan echt goed te doen, daar werd ik wel een beetje enthousiast over. En toen dacht ik, nou, je moet toch doen wat je leuk vindt in plaats van waar je het meeste geld mee kan verdienen. In de luxe positie die ik dan heb, om dat te kunnen zeggen. En daardoor ben ik toen maar gaan werken bij de enige werkgever die dat soort onderzoek een beetje waardeert. En dat is de universiteit. Dames en heren, de Nederlandse wetenschappelijke Schumpeteriaanse ondernemer Mirjam van Praag. Grote applaus. We hebben ook nog een klein bosje bloemen. Dames en heren, ik wil u hartelijk danken voor uw bezoek aan de Bali. Ik hoop dat dit voor u een even interessante avond was als voor mij. Dat u ook wat geleerd heeft, net als ik. En dat de verspreiding van economische kennis en Schumpeteriaanse innovatie, dat vandaag verder gaat buiten deze zaal om te beginnen aan de bar. Ik hoop u dadelijk te zien. Dank u wel.